Dat is dan weer handig. Maar dat bepaald is. Ik dan! Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag... Ik had het weer zo zeggen, vandaag donderdag is het. En ik heb mijn kast opgeruimd. En dat ga ik zo laten zien. Oké, ik kom dus beneden en wij hebben echt het allerleukste cadeau ooit gekregen. Van het meisje heet Laura en haar website is lauwlabel.nl. Ik zal het hieronder linken. Mocht jullie geïnteresseerd zijn, want ik vind het echt super leuk. Dit heeft ze zelf met de hand gemaakt en ze heeft onze letters erop geschilderd van echt goud. Kijk hoe mooi. Kijk hoor. En voor Sander een blauwe, voor ons allemaal roze. En misschien had ik wel mijn poederkwasten zo erin gezet in de badkamer. Hoe leuk is dit als je dit met je letter erop hebt in de badkamer. Ik vind het echt geweldig. Eerst de O voor Olivia. En dan die van Bibi. Ik vind het zo mooi. Ik ook zo mooi. Echt zo tof. En ze hadden een mooi briefje bij gedaan. Ze had een superleuk kaartje erbij gedaan. Over hoe ze dat gemaakt hebben. Dus het is keramiek. En ze doet dus twee verschillende soorten klei en dat mengt ze. En daardoor krijg je een prachtige swirl die er een beetje in. Jou is echt zo'n zee. Ik vind het zo leuk. Ja, dat is leuk hè. Maar je kan er van alles natuurlijk mee doen. Maar mij lijkt het leuk om in de badkamer te zitten. Het is alleen wel echt heel breekbaar, maar het is super mooi. Ja. En we hebben allemaal hele lekkere snoepjes erin gekregen. Iedereen heeft zijn eigen. Ik heb zuurtjes, want ik hou erg van zuurtjes. Sander heeft krijtjes, daar houdt hij heel erg van. Bibi heeft M&M's. En Olly had rozijntjes, maar die is nu aan het eten. Die zit hier. Moest je net huilen? Ja. Wat was er gebeurd dan? Was je gevallen? Ja. Oh jee. Op haar wang had ze pijn, zei ze net. Was je op je wang gevallen? De blokken. Ja, je viel. Op de blokken, is ze gevallen. Oh ja, ik zie hier nu ook een beetje. Oh, schattie. Maar nu gaat het alweer beter, toch? Ja. Goed zo. En je hebt lekker rozijntjes. Ja. Goedemorgen. Mama, kon je kiezen? De krokodil. Olly eend. De aap. De aap. En waar is de tijger? Nee, ook niet. Nee, is die er ook niet? Daar! Oh, is die er wel? Dat is een krokodil. Ga je ze allemaal in een huisje doen? Ja! Nee, wij ook. Ook. Je kan hem er ook erop zetten, op zijn huis. Uh-oh. Oh. Good morning. Zo, ik zie er echt vreselijk uit. Ik heb nog niet in de spiegel gekeken. Dit is mijn eerste spiegel van de dag. Anyways, het is vrijdagochtend. En Olly en ik zijn lekker aan het ontbijten. En ik ga Olly naar de crash brengen. Ik ben eigenlijk ook best wel laat gaan slapen. Moet ik je helpen? Ja. En ik heb zo een shoot voor het NRC. Dat is wel leuk. Over mijn kast. En ik wil jullie ook nog even mijn kast laten zien. Want ik heb gisteren 15 vuilende zakken met kleding uit mijn kast gehaald. En dan heb ik om 1 uur gaan we naar de avocado show met de oude stagiaires. Die zijn nu klaar. Gaan we een soort van afscheidslunch doen. Met z'n allen. Dus dat is gezellig. Het gaat sneeuwen, hoop ik. Dan kunnen we foto's maken. Gisteravond had ik niet meer gevlogd. Omdat ik foto's ging maken. Dat was zo'n gedoe. Kijk, deze foto heb ik gisteren gemaakt. Ik denk dat die inmiddels online staat. Met die ballonnen. Oh my god. Mijn trainer heeft me nu. Dat ik zo'n training heb. Maar dat kan niet, want ik heb die shoot. Mama! Oh, heb je toch wel honger? Schoot! Wil je op schoot? Ja. Oké, dat mag wel. Schoot! Nou, als Sander er niet is, dan praten we gezellig met de vlog, hè? Ja! Schoot! Lekker op schoot. Schoot! Ja! Je hebt allemaal avocado in je hand. High five. I love you. I love you. Wat is dit?
Wat heb ik hier? Cookie. Cookie, hè? Mama, is het op? Het is een eikel. Oei, schroo. Olly mag nog geen cookie. Olly is nog te klein voor cookie. Gaan we zo lekker naar schooltje? Ja. Ja. Hanna. Gaan we naar Hanna? En wie nog meer? Hanna. En Robin? Ja. En Arthur? Devrim? Ja. Hey guys. Ik weet gewoon niet of ik al gevlogd heb vandaag. Volgens mij Olivia vanochtend. Het is nu 12 uur. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb net een shoot gedaan voor NRC. Ik weet niet of ik twee dingen dubbel aan het vertellen ben. Over mijn kast. Dit had ik aan. Niet voor de foto, maar dit had ik vandaag aangedaan. Want dit jasje is dezelfde kleur als die Fendi broek. En dat vond ik wel cool. Maar ik denk toch dat ik iets anders aan ga doen. Want deze broek is echt koud. En it's freezing outside. Nu bestellen. En dit ook. Deze ketting ook. Deze ook. Deze ook. Op somewheresomeday.com. Of .nl. Kan allebei. Link staat hieronder. Oh jongens, ik heb 20 vuilniszakken uit mijn kast gehaald. Ik zal het even laten zien. Oh ja, alles staat voor die shoot nog omgebouwd. We hadden dat zonnebrillen ding erin gedaan. Kijk dit. Allemaal deze week ook nog allemaal kleding, maar goed, ik ga het verkopen. Kijk hoe netjes mijn kast is. Dit was ook voor de shoot. Het is niet wat ik heb gedaan. Kijk mijn broeken. Dit is alles wat ik nog over heb. Ik heb gisteren echt zoveel weggegooid. Een paar witte. Hier ga ik gewoon alle items van onze pyjama collectie leggen. Dat die lekker altijd schoon in mijn kast liggen. Dat zijn de t-shirts die ik over heb. Dat zijn de rokjes die ik over heb. Ik heb ook echt super veel jasjes weggedaan. Ook hiervan veel weggedaan. Hiervan ook. Blouses veel. Jurken ben ik nog niet helemaal doorheen. Dat zijn er nog iets te veel. Ik heb me toch omgekleed. Ik heb deze jas aan van Most Wanted. Trui van Naked. Dit is echt mijn favoriete Naked trui. Mijn vintage Chanel tas. Deze vintage broek van Dior. Die had ik nog niet laten zien. En mijn Nike's. Dus. It's the look of the day. You working? Yes. Laat ons eens luisteren. Een snippet. Een paar seconden. Harder. Harder? Ja. I miss your call, but Nice. Wij zijn naar de avocado show gegaan. Ik wil op het logo inzoomen, maar dat gaat niet. En ik ga eindelijk hier eten met alle meiden van ons team. Oké, hier is het menu. Ik wil sowieso een pannenkoeken stash. Deze, de Sinner stack. Ons eten is er super lekker. Dronken worden. Heb je weer een Moskou meal besteld? Ik heb een Moskou meal besteld. Lekker dronken, lekker Friday. Lekker natte vrijdag. Hey Noor, hoe lekker was dit? Het was echt super lekker. Tof, hè? Maar ik heb wel echt veel gegeten. Dat kan bijna niet. Hoe kan je nou te veel eten? Ik zit zo vol, ik kan niks meer behalve slapen. Ik heb zo'n zin om te slapen. Ik heb zin om naast jou te liggen. Heerlijk in je holletje. Het begint te sneeuwen. Lekker warm. Oh my god, het begint te sneeuwen. En sorry, maar het is echt zo. Oh my god, het begint te sneeuwen. Een halve meter. Ja, dat schat ik. Wat heb jij onwijs leuke broek aan, lief? Dank je. Logo. Ik had mijn outfit laten zien, logo. Ja, ik vind het tof. Ik vind het nice. Onze Mercedes is er. Er is niks van ons bij. Ik heb een vraag aan de mensen van de vlog. Ik heb jullie hulp nodig bij deze beslissing. En de vraag is,
Ik zit aan te denken om mijn YouTube kanaal, de naam, dat heb ik niet tegen jou verteld, te veranderen van Queen of Jetlags naar de Kleinenburgs. Zou je dat leuk vinden? Dit ga je nu hier op de vlog aan mij vragen. De Kleinenburgs. The of de? De. Ja, dat is op zich wel grappig. Gewoon een familienaam, is toch leuk? Ja. Want het echt een familievlog is, dus laat alsjeblieft een kopje. Wij zijn naar de avocado show naar mama Kelly gegaan en nu zijn we thuis en we hebben broodjes kroket besteld. Ja, dat komt door haar. Het komt door... Want zij is zwanger. Wij zijn aan meezwanger nu. We zijn aan meezwanger. We zijn er maar hele gezonde mensen, ja. Ik hoop niet dat Olivia krenten maakt heeft. Dat best kunnen. Heerst op de crash. Ja, dat zou vervelend zijn. Wat is het eigenlijk? Is dat zo? Als je zwanger bent, is het dus gevaarlijk. Oké. Behalve dan dat je het wel al gehad hebt. Ja, misschien dat. Good morning. Wat zijn we aan het doen? Arts and Craft, baby. It's Arts and Craft Hour. Polly is een mooie schilderij afmaken. Hoi. Ga je hoi zeggen? Doe maar de andere kant op. Maar mag het lang te zijn. Oh wauw, je hebt mooi roos geverfd. Kijk, oh wat mooi. Wat ben je een mooie kunstenares. Wow, ga je helemaal rood maken. Of oranje. Ja. I will always love you. I will always. Mensen die zingen leven lang. Olly is gewoon echt doodbang dat het weer gaat gebeuren. And I wish you joy. Oké. Olly wordt doof. Dat is te luid. Olly, wil je eens wat zingen voor mama? Onze tijd. Mooi, nog een keer. Wil je het liedje van Olifantje in het bos zingen? Ja! Oké, zing maar. Olly zingen. Zingen. Is dat fabulous? Vingerverf. En wij zijn de Eiffeltoren kleurplaat aan het maken. Ik ben begonnen. Precies. Sander, weet je nog een periode? Of Bibi, weet jij nog die periode? Dat we heel veel gingen puzzelen. Ja. Ja, dat was een leuke periode. Toen we op de Weesperzijde woonden. Met die wereldbol ook. Toen hebben we echt weinig geslapen die periode. Of weet je nog de Yat 2 periode? Ja. Maar die was ongeveer tegelijk. Ja, maar ik echt in een spelletje. Jij hebt die periode beëindigd. Ik had die nog wel door willen zetten. Wie heeft die periode beëindigd? Jij. Ja, maar ik ben natuurlijk een beetje een partypooper. Ik zou nog steeds wel elke dag willen jatseën. Echt? Is deze tekening ook 3D? Als die zo meteen in elkaar zit wel. Uiteraard. Wat vind je van mij tot nu toe? Sander, kijk eens naar mij. Wat vind je van mij? Heel mooi. Echt heel netjes. Echt extra. Je bent Noor, het is de mooiste. Vind je? Van allemaal, ja. Ik vind jou mooier. Ja, ik ook. Nee, ik niet. Dus ja. Dat is dan weer handig. Maar dat is wel dit. Titan! Olly, ga eens een liedje zingen. Ja! Doe maar een liedje zingen. Doe maar. Maakt niet uit welke. 1, 2, doe maar. Olly zingen. 7 keer om de zaak. Maar ze kan ook een ander liedje van een helikopter zingen. Zing die eens in volle borst, het liedje over de helikopter. Helikopter, helikopter, nou, hoog. Goed zo. In de bomen. Wolken, sorry. Ja. Olly, ben je boos? Ja. Waarom dan? Moe. Ben je moe? Ja. Wil je slapen? Het is nog geen beetje tijd, schat. Wil je slapen? Melkje. Melkje? Zal ik je lekker naar bed brengen? Ja. Echt? Nee, het is nog veel te vroeg. Hoe laat is het dan? Olly slaapt voor mensen die het vroeger van 1 tot 3. Of van 1 tot half 4. Of van 1 tot 4 is weer niet wakker maken. Oké, Olivia heeft haar middagdutje gedaan. En Sander ook.
zijn middagdutje. En nu gaan we gezellig naar Artis met z'n allen. Ik heb echt een dik hoofd gekregen. Komt denk ik omdat ik ben aangekomen. Maar goed. Dat gebeurt er als je elke dag patat eet. Of twee keer per dag. Deze oorbellen zijn nu ook te koop. Ik vind ze echt super leuk. Als je zeg maar zoals ik vandaag er niet uitziet. En dan even toch een soort van iets wil hebben waardoor je er leuk uitziet. Zijn deze oorbellen echt perfect. Zo. Let's go. We zijn naar Artis gegaan. Het is koud, hè? Het is echt nasty koud. Ja, het is echt nasty. Ik vind... Door zo'n februari dat waterkou, ik kan me echt niet bij. Ik ook niet. Ik wil lekker een heel heet bad nu zitten. Ja. Wij zijn uit eten gegaan. Olivia, waar ben je nou? Hoe is het? Olivia, waar ben je nou? Hey guys, good morning. We hebben net boodschappen gedaan en Olly is haar middagdutje aan het doen. Dus het is ook geen ochtend meer, het is half één. En ja, we zijn dus thuis het opruimen en schoonmaken. En nu Olly slaapt, Sander is even naar de appie. Boodschappen doen en ik moet even online allemaal dingen bestellen en plannen. Want ik ben hier tot vrijdag. Ik ga vrijdagochtend naar Londen voor Fashion Week. En dan komen we maandagavond laat terug. En dan gaan we die woensdag naar Miami en Jamaica. En mijn paspoort is verlopen. Zag ik net. Waar heb ik die nou gelegd? En zo zijn er echt 20 dingen die ik moet doen. Ik moet ook een nieuwe Esta-aanvraag brengen nu. Ja. Van alles. Bibi komt natuurlijk ook van gescheiden ouders. Dus als we met Bibi op reis gaan, dan moeten we altijd weer kladingen meenemen. En het is altijd zo'n gepland. Zo'n reis met twee kinderen. Dus daar ben ik, dat ben ik een beetje aan het voorbereiden ook. Maar wat wilde ik vertellen? Ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat ik ook een pakket van Naked heb. En I know best wel veel van jullie hadden gevraagd of het apart kon. Dus niet in de vlogs. Als je het niet wil zien, spoel dan nu even door. Als je het wel leuk vindt om de unboxing te zien. Blijf dan kijken. En dan laat ik dat nu even zien. En ja, that's it. Oké, ik ga even mijn Naked dingen laten zien. Het eerste dat ik gekocht heb, is deze superleuke rok van Panterprint. En hij zit zo. Kijk, kunnen jullie het zien? Ik heb al wel een beetje, zeg maar, de dingen die ik geshopt heb, zijn wel een beetje met het oog op dat ik naar Jamaica ga. Dus wat ik daar... wil dragen, maar deze vind ik heel chill. Ja, ik zal even kijken of die zo misschien meer licht heeft. Zo. Dus dat is één. En dit shirt is van mij. En de volgende is deze rok. Dus dezelfde rok als die in het panterprint, alleen dan met stippeltjes. Which I love. Hij lijkt een beetje op een Gunny rok. Wat vind je van deze rok? Ja, toch met het shirt. Is leuk, hè? Ja. Voor Jamaica. Ik ben jou aan het filmen, ja, klopt. Ik ben Doei. Ja, ik vind dit echt super nice. Ik heb helemaal zin in de zomer. Yay! I love it. Ik heb dus mijn eigen shirt even erop aangedaan. Oké, dit shirt gaan jullie waarschijnlijk allemaal echt mega leuk vinden. I love it too. Dit is een Tommy t-shirt, grijs met rood en blauw. En I love it. En ik vergeet altijd te zeggen, alle linkjes naar de individuele items zet ik hieronder. En what else? Oh ja, en je krijgt 20% korting met de code NOORD20. Dit shirt, je weet hoe snel die Tommy shirts gaan. Ik weet niet of ze er nog zijn, maar ik zal het linkje hieronder zetten. Echt superleuk. En omdat het in Nederland nog steeds ijskoud is, wilde ik ook een jas erbij doen. En dit is een donkerblauwe jas. En ik heb hem in een L denk ik genomen, want ik hoop dat alles oversized, maar ik vind hem wel echt super nice. Hij is dus heel zacht en bont en de mouwen zijn lekker zo uitlopend. Oké, hier heb ik echt nog drie zomerdingetjes die ik wilde laten zien. Deze top, dat vind ik denk de leukste. Ja, is een lichte roze off-shoulder top. En
Ik vind hem leuk, want ik kan hem in al mijn wasted dingen zo proppen. En dit is natuurlijk heel leuk voor het make-up. Oké, de volgende top is deze. Die is heel degelijk. Tenminste, hij lijkt heel degelijk, maar dit is dus echt typisch zo'n item. Hij is zo lang. Die ik heel erg vaak ga dragen, omdat ik tegenwoordig heel erg van basics hou. En dit kan mooi in high-waisted broeken roeken. En ik hou niet van blouse-kraagjes, dus ik vind de kraaghoodie is echt super mooi. En het laatste item, tenminste twee items, zijn deze witte off-shoulder top en deze haarband. Ik heb echt heel vaak bad hair days door mijn kapsel nu. Maar dit is wel echt leuk, zo met een staartje. Om zo te doen. En guys, ik ga de vlog ook afsluiten voor deze week, want ik heb echt super veel gevlogd. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als je niet gesubscribed bent, zou ik het heel leuk vinden als je dat hieronder doet. De volgende vlogs worden dus echt super leuk, want we gaan naar Londen, Jamaica, Miami. Allemaal leuke dingen doen. Ja, heel erg bedankt voor het kijken en tot zondag.